Goedemorgen hier en welkom bij de wekelijkse vlog. Ik neem jullie terug even mee in de week die Victor heeft meegemaakt. Om te beginnen ga ik terug naar vorige week vrijdag. Maar toen was ik samen met Pascal, ons kersvers nieuw directielid, in de Koolputten in Waasmunster. Goedemiddag iedereen, we zijn nu vandaag in de Koolputten in Waasmunster voor een lunch en learn moment dat we samen met een van onze partners IT1 organiseren. Pascal, wat gaan we nu juist doen? We gaan tijdens een lunch en learn aanbestedingen en privacy combineren. Victor heeft natuurlijk ook zijn kansen. Super, en we gaan dat combineren met lekker eten ook. Hè. Prima. En Andreas, die was deze week dan weer terug te vinden in Londen, waar hij samen met Hugo Kerschot naar de IMA Annual Conference ging. En donderdag gingen we naar de Publica Awards. Hier een kort verslag. Voilà, we zijn net in Brussel. Vandaag gaan de Publica Awards door in het Hotel Metropool. We zitten bij de laatste genomineerden met de informatieveiligheidstool. Dus ik kijk alvast naar uit. Ik hoop natuurlijk dat we de prijs in de wacht slepen. Ik zou zeggen duim maar en hopelijk met de beker naar huis natuurlijk. Hè. Helaas heeft Victor naast de prijzen gegrepen op de Publica Awards. De informatieveiligheidstool was bij de laatste genomineerden in de categorie technologie, maar heel wat andere mooie projecten hebben eigenlijk de prijzen in de wacht gesleept. Maar dat houdt ons niet tegen natuurlijk. We blijven ook hard werken aan de informatieveiligheidstool. En tegen volgend jaar zal het alweer een veel sterkere versie zijn met meer functionaliteiten. En dan doen we gewoon opnieuw mee met de awards en hopelijk winnen we dan wel een prijs. Dus ik heb er alvast vertrouwen in. Tot volgend jaar. Johan, die ging woensdag dan weer naar een dag in Leuven, georganiseerd door Vlaio over City of Things. Onder andere IMEC, Vlaio zelf, Agentschap Informatie Vlaanderen en VVSG kwamen enkele interessante presentaties geven. Veel beter, veel nauwer eigenlijk uw basisoplossing eigenlijk kan aflijnen, zonder dat je te veel tijd gaat steken in wel bepaalde features of functionaliteiten. Projecten van bedrijven, projecten van steden en gemeenten. Onderzoeksprojecten die intussen ook nog verder opgestart zijn bij IMEC. Andere initiatieven. Geschetst wie wij zijn. Dus eigenlijk zijn we de koepelorganisatie van de lokale besturen. Alle steden en gemeenten. Dus het test wordt algemeen als positief ervaren. Vaak is ook het vernieuwende aspect. Jullie dan informatie uit dat systeem krijgen, willen jullie daar rapporten over de besparingen via brief ontvangen? Die overheidsopdrachten. Dat is niet alleen een beetje een nieuwe manier van aanpak, maar vooral is dat gericht op het aankopen van innovatieve oplossingen voor bepaalde problemen, bepaalde uitdagingen waar de publieke sector voor staat. Voilà, dat was het voor deze week. Ik zie jullie graag volgende week terug.